Die boek Openbaring verwijst naar twee groot wereldwijde bewegings net voor de tweede komst van Christus. Openbaring 13 beschrijft die wereldwijde dwaling, wanneer die hele wereld die dier wat uit die see opkom sal aanbid. Openbaring 13 vers 3, vers 7, vers 8, vers 12 en vers 16. Openbaring 14 verwijst naar die wereldwijde verkondiging van die eeuwige evangelie, die waarheid aan alle nasies en stammen en talen en volke, Openbaring 14 vers 6 en vers 7. Gedurende daar die zwaar tye, 2 Timotheus 3 vers 1, sal elke wind van lering waai, Efesiërs 4 vers 14, wanneer mense die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels, 2 Timotheus 4 vers 4. Ons de aanhaling uit die groot strijd, bladzij 588, en het lees soos volg. Deur hierdie twee groot dwalings, namelijk die leer van die onsterflikheid van die siel en die leer van die heiligheid van Sondag, sal Satan die mense onder die kracht van sy bedrog bring, terwyl eersgenoemde die grondslag vir spiritisme lê, vorm laasgenoemde die band van samenwerking met Rome. Dit is die groot strijd, bladzij 588. Totdat hierdie finale gebeurtenis ontvou, moet ons standvastig in ons geloof in die hele waarheid bly, vooral wat die natuur van die mens en die toestand van die dode betref, terwyl ons poog om deur die Heilige Gees geleid te word met die doel om gereed te maak vir Christusse glorierijke verskyning. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 17 Desember.